Het einde van de Gouden Eeuw betekent ook het einde van deze historische context. Maar hoe komt die Gouden Eeuw voor die republiek dan aan zijn einde? Daar gaan we in deze laatste video eens naar kijken. En dan gaan we ook meteen eens naar het buitenland kijken. En dit keer niet naar Spanje, maar naar Engeland en Frankrijk. Twee landen die vaak samen hadden gewerkt met die republiek in de strijd tegen Spanje. Maar zeker in die tweede helft van die 17e eeuw worden Engeland en Frankrijk steeds grotere concurrenten van die republiek. De Engelse en de Franse vorsten die kijken toch met gemengde gevoelens naar die republiek. Want die zien dus dat dat kleine, eigenwijze landje met die zeven gewesten, dat dat steeds rijker wordt. Dat dat het rijkste land van Europa wordt. Dat daar de schilderkunst opbloeit, dat daar de literatuur opbloeit en dat ze daar dus niet eens eens een vorst hebben, maar dat het dus een republiek is. Ja, en dat vinden ze eigenlijk toch allemaal maar niks. En ze zijn behoorlijk jaloers ook op die republiek en bovendien is het dus gewoon een grote concurrent op handelsgebied en dergelijke. Nou, en dat zorgt ervoor dat de republiek steeds meer getroffen wordt door het economisch beleid van Engeland en Frankrijk. Die gaan namelijk aan mercantilisme doen. Die gaan hun eigen economie beschermen. Zij proberen hun eigen export te verhogen en de import, vooral dus uit de republiek, te verlagen. In Engeland doen ze dat in 1651 door de zogenaamde Akte van Navigatie in te voeren, waar je hier een aantal artikelen van ziet. Nou, even een klein stukje uit die akte van navigatie, dan krijg je een beetje een idee waar het over gaat. Goederen en producten uit Azië, Afrika, Amerika of uit de Engelse kolonies mogen alleen maar geïmporteerd worden in de Commonwealth, dus eigenlijk het Engelse gebied, of Ierland of andere gebieden die bij Engeland horen, door schepen die in bezit zijn van mensen afkomstig uit de Commonwealth, uit Engeland dus, of uit die kolonie zelf. Ze zeggen dus eigenlijk ieder schip dat de Engelse haven inkomt met goederen, dat mag alleen nog maar of een Engels schip zijn, of een schip zijn, met uit het land waar ook de producten vandaan komen. Nou, dan zou je zeggen, dit is tegen ieder land gericht, maar het is echt specifiek tegen de republiek gericht, omdat vooral de republiek toch rijk was geworden door het halen van producten uit het ene land en het weer te verkopen in het andere land. De republiek had zelf niet zoveel handelsproducten die ze uit hun eigen land haalden. En daarom zijn dus vooral Nederlandse of Hollandse handelaren hierdoor heel erg getroffen. Nou, en in Frankrijk, daar gaan ze ook hun eigen economie beschermen door middel van de verhoging van de importtarieven. Vanaf 1664 gebeurt dat. Ze noemen dat mercantilisme. En bijvoorbeeld suiker, of textiel, of haring, of Delfts aardewerk en allerlei andere producten die vooral door Hollandse handelaren naar Frankrijk werden gebracht. Ja, daar werden importtarieven over gegeven. En daardoor werden die producten duurder voor de Fransen om ze te kopen. En daardoor kochten ze er dus ook minder van en dat was dus weer slecht voor die Hollandse handelaar. Nou, wat is nou het gevolg van dit hele verhaal? Nou ja, die akte van navigatie die leidt een aantal jaar later leidt dat tot de eerste Engelse zeeoorlog, de eerste handelsoorlog met Engeland. Die duurt ongeveer 2 jaar, die wordt verloren door de Republiek. Engeland wint die oorlog, maar ze beloven wel om die akte van navigatie in te trekken. Een aantal jaar later zien ze dat het land opnieuw overspoeld wordt met Hollandse handelaren. En dan besluiten ze dus om die akte van navigatie weer in te voeren. Dan verklaart de Republiek Engeland weer de oorlog. Dat leidt tot de Tweede Engelse Zeeoorlog. En ditmaal is dat een grote overwinning voor die Republiek. Aan de andere kant komt er steeds meer gevaar vanuit Frankrijk, waar in 1661 Lodewijk XIV zelf de macht in handen heeft genomen, nadat hij oud genoeg is geworden om dat te doen. En Lodewijk XIV, die kennen we natuurlijk als die zonnekoning, die absolute koning, die die macht van Frankrijk wilde vergroten. En één ding dat Lodewijk wilde bereiken, was dat Frankrijk sterke natuurlijke grenzen moest hebben. En daardoor had hij zijn oog laten vallen op de grote rivieren, de Maas en de Rijn. En daarom wilde hij graag het grondgebied van Frankrijk uitbreiden, die Spaanse Nederlanden innemen en het zuiden van de Republiek innemen, zodat Frankrijk sterke natuurlijke grenzen zou hebben. Nou, dat is natuurlijk iets waar de Republiek niet blij mee is. En Engeland en Frankrijk, die gooit in 1672 op een akkoordje en ze besluiten om samen de Republiek aan te vallen. Samen met de Duitse steden Keulen en Münster overigens. En dat zorgt ervoor dat die Republiek eigenlijk ingesloten raakt. En die Engelsen die worden op zee al heel snel verslagen, want de Hollandse zeemacht is nog steeds heel erg groot. Maar de verdediging in de landgewesten die was toch wat verwaarloosd. Er was toch wat minder geld voor. Het was vooral naar de zee gegaan. En daardoor kon die Fransen heel ver komen. En dat zie je hier met die rode pijlen op dat kaartje. Die gebieden zijn zo 2 jaar lang door de Fransen ingenomen voordat de Franse legers er ook weer uit worden gegooid. Dus dat rampjaar, die aanval, die wordt uiteindelijk wel afgeslagen. Maar de Hollandse handel krijgt een enorme klap en het is ook duidelijk geworden dat Engeland en Frankrijk toch wel nu de boventoon gaan voeren in Europa. En daarmee is de Gouden Eeuw van de Republiek definitief voorbij.